Hoe maak je een set wielen? We hebben 4 wielen, 2 metalen assen, 2 rietjes, een lege shampoofles, een schaar en tape. Knip de rietjes iets korter dan de assen, ongeveer 2 cm korter. Trek nu een van de assen door een rietje en bevestig de wielen aan beide kanten. Maak op dezelfde manier een tweede set wielen. We hebben van tevoren al een motor en een schakelaar bevestigd op de fles. Hoe je dit doet, vind je in een van onze andere video's. Neem nu een set wielen en plak die stevig vast op de onderkant van de fles. Bevestig de achterwielen op dezelfde manier. En dat is het! Nu ben je klaar om de wielen te gebruiken voor al je uitvindingen.